Als een werknemer verzuimt, als een werknemer niet doet wat de werkgever van hem verwacht, kan je spreken van een crisis. Een belangrijk aspect van verzuim in de arbeidsrelatie is de loondoorbetaling. Het kan best zo zijn dat de werknemer zijn huur en zijn elektriciteitsrekening niet meer kan betalen als hij zijn maandelijkse loon mist. Maar ook de werkgever is niet eindeloos rekbaar wat betreft zijn financiële mogelijkheden. Artikel 627 van het arbeidsrecht bepaalt dat als iemand niet werkt, hij ook geen loon hoeft te krijgen. In het kort, geen werk, geen loon. Gelukkig kent het arbeidsrecht daar wat uitzonderingen op. Onder andere artikel 629. Daar staat dat als het verzuim verklaard wordt door een ziekte, dat dan de werkgever het loon moet doorbetalen, 2 jaar lang. Gelukkig is ziekte meestal niet de verklaring voor het verzuim. Verzuim is al een crisis en een ziekte zou je ook als een crisis kunnen beschouwen. En dan is het crisis op crisis. En in zo'n situatie lost het verzuim veel moeilijker op. In Arbo Info 184 is er sprake van verzuim. Is er een causale relatie tussen het verzuim en ziekte, maar verkeerd om. Het is niet zo dat de ziekte het verzuim verklaart. Het is eerder andersom, dat de ziekte verklaard wordt door het verzuim. Door als bedrijfsarts zuiver in de leer te blijven, en in dit geval ook met hulp van het UWV, lost deze verzuimkwestie zich soepel op, al zal de werknemer het daarmee waarschijnlijk niet eens zijn.